Beugelen, een volkssport die zo'n 100 jaar geleden in heel veel buurtschappen werd gespeeld. Zo ook op Den Heuvel. En zo is ook Beugelclub Den Heuvel ontstaan. Jo, hoe is Beugelvereniging Den Heuvel eigenlijk precies ontstaan? Ja, die is ontstaan eigenlijk door de mensen s'avonds een activiteit gewoon hebben. En daar zijn ze al op de heikant mee begonnen. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog heb ik begrepen van mijn vader vroeger. En toen zijn we zo stilletjes verhuisd naar Chabert, achter, toen naar Piet Beres. En daarnaast zijn we hier op de Sportpark de Roetweijer uitgekomen in 1995 door te bouwen van het gebouw wat we hier zien. En daar spelen wij onze competitiewedstrijden met verschillende teams in Limburg. Tegenstanders zitten wij daar in Tegelen tot aan Maasbree. En in Duitsland hebben we twee teams. En in Brabant spelen we met twee teams. En zo brengen we onze avonden eigenlijk in de competitie en vrije tijd door. Dus, hoeveel leden hebben jullie? Wij hebben een 50-tal leden. In de leeftijdscategorie van 23 tot, je mag niet discrimineren, 90 toe. Dus je kan het altijd uit de weg bij ons. En dan vandaag het Nederlands kampioenschap, wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat dus, we hebben voorrondes gespeeld. De mensen konden daarop inschrijven per klasse. We zitten in elke klasse met 12 teams, maal 5 is een 100 spelers. En die maken onderling uit wie dat dus het beste blijft door een afvalsysteem. En er zitten vandaag de laatste 4, spelen vandaag de wedstrijden. We beginnen met de halve finale en we gaan dadelijk over naar de finale. En dan, er zit een Hogeloonse deelnemer bij, waar we zeer trots op zijn. En die zullen we dadelijk zien in actie, hoop ik. Het spel wordt gespeeld op een lemenbaan die is voorzien van een dun laagje grind. Iedere speler heeft 2 bollen die om beurten worden gespeeld met behulp van de sleger, een soort houten schop. Hierbij mag je per beurt de bol 1 keer spelen. Je kunt punten scoren door jouw bol door de beugel te spelen. Of je kunt punten scoren door de bol van de tegenstander in de goot en daarmee uit het spel te slaan. Een bol die uit het spel is geslagen mag trouwens in een volgende beurt weer gewoon in het spel gebracht worden. Je verliest punten als jouw bol aan de achterzijde door de beugel wordt gespeeld. Het spel eindigt als één van de spelers totaal 30 punten heeft behaald. Als je je bol door de beugel hebt gespeeld, moet je hem in een volgende beurt eerst weer voor de beugel spelen, om vervolgens weer een beurt later de bol door de beugel te kunnen spelen om opnieuw punten te kunnen scoren. Het voor de beugel spelen is echter niet zonder risico. Immers, als je jouw bol in het schietveld van de tegenstander legt, kan hij jouw bol uit het veld in de goot slaan en daarmee zelf punten scoren. Je ziet dan ook dat veel spelers tijdens het spel juist hun bol direct voor of naast de bol van de tegenstander leggen, zodat de tegenstander geblokkeerd ligt en niet kan spelen. Het beugelspel heeft daarmee tactisch veel diepgang. Spelers stellen zich soms defensief op tot de tegenstander een foutje maakt en daar hun voordeel uit halen. Of ze proberen hun eigen bol voor de beugel te plaatsen, zodat de tegenstander deze niet in de goot kan slaan. Naast deze basisprincipes van het spel zijn er nog tal van andere spelregels, waaronder het correct rechtspelen van een bol. Je mag een bol dus niet met een boog om een andere bol heen spelen. Bollen die kort bij elkaar liggen mogen niet tegen elkaar aangespeeld worden. En bollen moeten vrij zijn van de sleger als je die naar een andere bol toegooit. Tinus, zojuist de halve finale Nederlands kampioenschap beugelen gespeeld. Hoe had je je voorbereid? Ja, ik heb van de week nog een keer geoefend, maar ja, je kunt op een gegeven moment dan moet je toch in een ritme zitten. Hè. Dan kun je niet echt zeggen van als ik 3 keer in de week beugelen dat het dan veel beter gaat. Hey, maar nou, deze finale had je eigenlijk verloren. Waar ging het eigenlijk fout?
Nou, het ging, fout ging eigenlijk heel goed gelijk op tot we een beetje aan de 20-20 waren. Maar toen takte ik een keer, gooide ik hem op de beugel en dan kwam hij op achterstand en dan moet ik in de verdediging en dan kunnen wij het spel niet meer spelen. Dat is eigenlijk niet het probleem. Ik zag jou heel veel denken en kijken. Het is eigenlijk ook een beetje een denksport. Ja, heel zeker. En de concentratie. Het is, ja, je moet steeds denken, wat gaat hij doen, de tegenstander? En waar komt die bal terecht als hij speelt en wat kan hij met de tweede bal? Dus je moet steeds twee ballen vooruit denken. Hè. Dus, ja, het is echt een denksportje. Dus dit jaar geen kampioen op Roekezijns? Nee, maar ja, ik hoop dat ik volgend jaar een herkansing krijg. Hè. Wie weet. Chef, je beugelt zelf ook. Wat maakt voor jou het beugelen zo interessant? Vooral het sociaal. Natuurlijk het wedstrijdverband, gewoon het wedstrijd om er iets in te doen. En proberen zo goed mogelijk, dat is belangrijk. Maar het sociaal vind ik nog veel belangrijker. Want gezellig samen zijn hier. Maar het is gewoon ook voor het publiek ook interessant? Of moet je echt wel weten hoe dat speltje in elkaar zit? Ik vind wel dat je een beetje moet weten hoe het spelletje in elkaar zit. Kijk, want als je helemaal niet weet hoe het spelletje werkt, dan is er ook niet veel aan, vind ik. Maar het is ook niet echt makkelijk. Het is zeker niet makkelijk, want je bent echt wel een paar jaar bezig voor je het spelletje deur hebt. Want in eerste instantie denk je, als ik de bal maar door erin krijg, dan heb ik gewonnen. Maar zo is niet, want het is ook veel nadenken van, waar zet ik een bal neer? Moet ik hem afleggen? En dikwijls zijn er 3-4 mogelijkheden. En welke mogelijkheid is het beste? Beugelen. Het lijkt makkelijker dan dat eruit ziet. Maar denk je van, misschien met mijn vrienden of met personeel ook eens een keer te gaan beugelen, hier op de beugelbaan op de Dominee Pad in Hoogloon, meld je dan aan bij Beugelvereniging Den Heuvel.